Okay, this is. Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u vanmorgen van harte welkom heten in deze dienst, een dienst van woord en gebed, afwisselend met orgelmuziek. Een welkom aan de gasten en een welkom aan de bewoners van de verzorgingstehuizen en allen die via kerkomroep met ons verbonden zijn. Of op een later tijdstip deze dienst kunnen meemaken via het YouTube-kanaal. Voorganger in deze dienst is vanmorgen dominee Arnold Vriend. Het orgel wordt bespeeld door mevrouw Kobi Hofman Heida. Tijdens de dienst zullen er geen collecten gehouden worden. Bij het verlaten van de kerk na de dienst staan bij de uitgang twee bussen waar u uw bijdrage kunt afgeven. Eén bus voor de diaconie en één bus voor de kerk. Van onze gemeente verblijft voor zover ons bekend niemand in het ziekenhuis. Thuisgekomen vanuit het ziekenhuis Ter Sneek, mevrouw A. van der C. Hendricks, Nijmarienakker, appartement 206. De bloemen gaan vandaag als een groet van de gemeente naar mevrouw T. S. Griebe Hendricks, Dwarsnoord 12. Mevrouw G. Dekker Marinnissen, Ilaak 10. Na afloop van deze dienst zal er geen gelegenheid zijn om hier koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Er wordt u verzocht even op uw plaats te blijven totdat de kerkmeesters u een teken geven om uw plaats rij voor rij te verlaten naar de uitgang. Dit alles, zo zult u begrijpen, in verband met de RIVM-maatregelen rond het voorkomen van coronabesmetting. Namens de kerkraad wens ik u allen hier in de kerk en thuis een gezegende dienst toe. Goedemorgen. Het thema van deze dienst is het houden van de wet. Het houden van de wet. En daarom gaan we met elkaar zingen uit Psalm 119. Twee versen. Psalm 119, de versen 13 en 37. Thank you.
Zullen we met elkaar gaan staan in een moment van voorbereiding in deze dienst? Zullen we met elkaar stil zijn in onszelf, om ons heen, onszelf tot stil te brengen om te horen? En in onze stilte klinken deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is tot in de eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Namens deze God mogen we elkaar groeten met genade en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Je mag weer gaan zitten. Zullen we met elkaar gaan bidden? Heer, red ons van onszelf. Red mij van mijzelf. Van mijnzelf, dat zo mijn beeld bepaalt. Mijnzelf, dat zo uw schepping, die wij zijn en die ons omgeeft, zo uw schepping manipuleert. Mijnzelf, dat in uw licht een schaduw werpt van eigen belang en eigen gerechtigheid. Waar het zijn blik ook op richt. Zodat ik niet zie wat u, mijn Heer en God, aan het licht brengt. Heer, vergeef ons. En Heer, we danken u dat u op de eerste dag van de week het licht van uw opstanding wilt versterken in ons leven. Dat u door uw Zoon Jezus Christus ons vergeeft en ons genadig bent. U vergeeft graag. Heer, we prijzen uw naam. Geest van God, we bidden u dat u ons doet opstaan. Dat u het beeld van God in ons leven herstelt. Dat we luisteren naar uw stem. Dat u ons laat leven uit de bron van liefde. Uzelf. Heer, richt ons op uw weg. En we bidden u, Vader van alle mensen, voor deze wereld, voor uw mensen, voor uw schepping. We bidden u voor machthebbers en machtelozen, voor de werkers in de zorg en voor de zorgelozen. Heer, ontferm u. Dank u wel dat u ons in een gemeenschap plaatst met u en met elkaar. En dat we daaruit in grote en kleine verbanden richting vinden voor ons leven. Door lief te hebben in de alledaagse praktijk van ons leven. Door liefde te durven ontvangen van u en van elkaar. Heer, we wijden ons leven aan u. Amen. Ik heb hier een kaartje. En op dat kaartje wordt van alles aangekondigd. Maar er staan vooral veel hartjes op. Wat zou dat nou voor kaartje zijn? Als er veel hartjes op staan, dan gaat het vast over de liefde. Als je ergens een hartje optekent, nou, dat weet iedereen wel, dat weet het kleinste kind, dan gaat het over de liefde. Dit is een trouwkaartje. Twee mensen die elkaar trouw gaan beloven. En die ja zeggen tegen elkaar. Die zeggen, ik hou van jou. Nou, had ik een keer. Had ik tegen mijn moeder gezegd, van, nou, had ze iets liefs voor mij gedaan. Ik zeg, nou mam, ik hou van je. En 5 minuten later loop ik naar de kast, want ik had zin in een snoepje. Snoepjes die mijn moeder ook heel lekker vindt. En ik doe hem open. En er zit er nog maar 1 in. En ik vind ze ook heel lekker. Maar ik weet dat mijn moeder ze ook heel lekker vindt. En dan had ik net 5 minuten geleden tegen haar gezegd, ik hou van je.
Ja, wat moet ik dan? Moet ik die liefde ook laten zien? Moet ik ook laten merken dat ik van haar hou? Door te zeggen, mam, hier heb je een snoepje. Liefde is niet alleen iets van woorden, maar liefde moet je laten zien. Ik laat jullie in spanning van hoe dat afgelopen is. Hè? Ik ga mezelf hier op de preekstoel niet beschuldigen natuurlijk. Liefde, dat kun je met woorden zeggen, dat je zegt tegen elkaar, ik hou van je. En dat je op moederdag of op vaderdag een mooi hartje maakt. En dat je een knuffel geeft aan je zusje of je broertje. Maar je moet het ook laten zien. Doen. Liefde moet je doen. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel altijd goed. Nou, daar gaat het hier in de kerk over. Daar gaat het straks in de kinderkerk ook over. Dus ik wil graag de kinderen van de kinderkerk, voor zover die er zijn, de gelegenheid geven om met de leiding mee te gaan naar de Latijnse school. En dan komen jullie straks, voor het eind van de dienst, komen jullie hier weer bij ons. Ja, ik had... Goed, wens ik jullie een hele goede tijd daar. Tot zo direct. Wij gaan hier met elkaar lezen uit de Bijbel. Matteüs 22, vers 34 tot en met 44. En dan gaat het straks in de kinderkerk, gaat het daar ook over. Matteüs 22, vers 34 tot 44. Jezus die heeft in het stukje hiervoor, heeft hij al gesproken met de Herodianen en de Farizeeën, met de Sadduceeën. Allemaal netwerken, allemaal groepen uit die tijd van Jezus, allemaal clubs, allemaal bubbels, allemaal culturele eenheden, die allemaal willen weten van wie is Jezus nou? En die hem willen, nou ja, op de proef willen stellen, willen vangen. En nu komt er een fariseer, een schriftgeleerde, dus laten we hem zeggen, iemand die er echt heel veel van weet. Die komt naar Jezus toe. En nadat de fariseeën hadden vernomen dat Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. En om Jezus op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde, Meester, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus antwoordde, Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. En nu de fariseeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag. Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? Van David, antwoordden ze. En Jezus vroeg, hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de geest, Heer noemen? Want hij zegt, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Als David de Messias dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand was in staat hem een antwoord te geven. Nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Tot zover de schriftlezing die we voor vanmorgen gekozen hebben aan de hand van het kinderkerkrooster. We gaan met elkaar luisteren naar een lied. Heer, ik kom bij u.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We gingen met het gezin naar het Vogeltjespark. Het oude, in Oudemidden. Sybrandisch speelparadijs, of hoe heet het? En Hanneke had kaartjes gekocht, ook voor mij. En ik parkeerde de auto. En dat kostte nogal wat tijd. Dus ik kwam wat later en ik zei tegen de kaartjes, mevrouw, ik hoor bij hun. En ik mocht erdoor. Het is mooi als je bij iemand hoort. Bij iemand horen, dat is iets van je levenskern. Dat is iets van jou in alle facetten van je leven. Als je zegt, ik hoor bij iemand, dan is dat niet alleen voor je werk, of niet alleen voor je kerk. Dat is niet alleen voor je gezin, dat is niet alleen voor familie. Vrienden, ik hoor bij iemand, hoort in al die facetten van je leven. Ik hoor bij iemand, dat overstijgt de fragmentatie van je leven in allerlei verbanden. Sterker nog,
Het brengt al die verbanden bij elkaar. Ik hoor bij iemand. Dat is iets van je identiteit. Hoort Jezus bij ons? Hoort Jezus bij jou? Ben jij onderdeel van zijn identiteit? Dat lijkt me een belangrijke vraag. Want als hij bij mij hoort, ja, dan moet ik daar ook iets mee in alle verbanden van mijn leven. Dat zegt iets over wie ik ben, over mijzelf. En de verschillende geestelijke netwerken in Jezus' tijd proberen het uit. Net zo goed als dat wij dat een beetje uitproberen. Van in hoeverre hoor ik nou bij die Jezus? Hoe ver reikt dat? Kan ik zeggen van, nou ja, hij is ook een mens. Of hij is ook een Israëliet. Of hij komt ook uit de stam van Juda. Of hij is ook rabbi. Of hij, weet je wel, dit cirkeltje wordt steeds kleiner. Maar hoe ver reikt dat nou dat ik bij Jezus hoor? Nou, de verschillende geestelijke netwerken in Jezus' tijd proberen dat uit. Hoort Jezus bij ons? En ze testen hem. Ze proberen hem te vangen. We hebben nu een stukje gelezen van de fariseeën die hem proberen te grijpen met een vraag. Ze willen door die vraag niet wijzer worden. Integendeel. Ze willen Jezus als het ware identificeren als iemand uit die andere groep. Want, laten we eerlijk zijn, als je in die andere groep zit, dan heb ik niks meer met je te maken. Ze zoeken een manier om Jezus kalt te stellen, irrelevant te maken, buiten te sluiten. Zodat je kunt zeggen, hij hoort niet meer bij mij. En de vraag waarmee ze Jezus willen strikken is deze. Wat is het grootste gebod in de wet? En dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Niet alle geboden en verboden hebben een gelijk gewicht. Alleen voor fundamentalisten en alleen voor perfectionisten geldt dat alles even zwaar telt. Maar in grote lijnen werden in Jezus' tijd uit de Tora, uit de eerste 5 boeken van Bibliotheek de Bijbel, 613 ge- en verboden onderscheiden. 613 ge- en verboden, dat botst wel eens in de praktijk. En waar geef je dan de belangrijkste waarde aan? En als Jezus dan een antwoord geeft, dan kan iedereen zeggen, oh, dus hij vindt dit of dat niet belangrijk. En dat hoort nou juist net bij mij. Dus omdat hij iets niet belangrijk vindt, wat wel bij mij hoort, hoor ik niet bij hem. En zo proberen de schriftgeleerden en de fariseeën Jezus zijn plaats te wijzen. En Jezus geeft een antwoord. Jezus geeft antwoord recht uit de Tora. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Dus Deuteronomium 5 staat er letterlijk zo. En het tweede daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Leviticus 19. Recht uit de Tora staat er zo. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Het antwoord dat Jezus geeft, dat is dus niet nieuw. Het zijn eeuwenoude en bekende citaten uit de Tora. En de combinatie van beiden, die is niet heel bekend. Dat Jezus ze bij elkaar voegt, is misschien wel vernieuwend. En het antwoord dat Jezus geeft, dat lijkt voor ons misschien wel een beetje relativerend. Zo van, nou, maakt niet uit hoe je met God en mensen leeft, als je maar leeft vanuit de liefde. Maar Jezus relativeert niet. Hij zegt eigenlijk, de wet en de profeten, de richting die God ons daarin geeft, die is voortgekomen uit Gods liefde voor ons. Dat is de bron.
We worden gedragen door de kracht van Gods liefde. Dat is de bron. En die wet, die geeft richting aan hoe wij met onze naasten lief kunnen hebben als onszelf. En het geeft richting aan hoe wij onszelf lief hebben. Het geeft richting aan hoe wij God lief hebben. Jezus zegt eigenlijk, er zijn twee spijkers waar de hele wet en de profeten aan hangen. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Aan die twee spijkers komt de wet tot volle ontplooiing. En dan maak ik het teken van het kruis. Want we worden met het antwoord van Jezus niet overgeleverd aan warme en lievige gevoelens. Van liefde voor de hele wereld en het universum als zodanig. Geen goed bedoelde abstracties die we zelf mogen invullen naar wat goed voelt. We worden direct teruggewezen naar de crux. Die liefde komt niet vanzelf. Dat doen van de liefde komt niet vanzelf. De liefde van God, en de liefde tot God en de liefde tot de naaste, krijgt een vorm. En dat zet soms een kruis door ons leven. En op dat punt, dat we denken, oh, die liefde tot God en die liefde tot de naaste, dat gaat een kruis zetten door mijn leven. Daar wordt het spannend. Daar komt de wet tevoorschijn in al zijn volledigheid. Wat betekent het om God lief te hebben? Om bij hem te horen? Wat betekent het om je naaste lief te hebben? Om bij hem of haar te horen? Ga mee in de beweging die Gods woord in deze wereld maakt. Het is ver voor jou begonnen. Ver voor mij begonnen. En het gaat door. Door ons leven heen. En wij worden door die wet erop gewezen dat liefde een concrete vorm krijgt. Dat het iets van ons vraagt om dat te doen. Ga mee in die beweging van God en mensen. Want God hoort bij jou. We worden met het antwoord van Jezus er niet overgeleverd aan lievige gevoelens. Maar we worden met het antwoord van Jezus ook niet overgeleverd aan een vorm van perfectionisme. Een soort geestelijke sportschool met een rigoureus trainingsschema voor heel je hart, voor heel je ziel en voor heel je verstand. Want liefde kun je niet gebieden. Je mag in de weg die God in deze wereld gaat, de weg die God met jouw leven in deze wereld gaat, in die weg mag je liefde ontvangen. En de liefde die je hebt en de liefde die je hebt ontvangen, daarvan vraagt God, maak die liefde nou concreet in jouw levensweg. Op de weg die ik je wijs in deze wereld. Laat zien dat je bij mij hoort. Direct na het antwoord dat Jezus geeft, stelt hij een vraag. Een vraag over de Messias. En Jezus wil duidelijk maken dat ons beeld van wie hij is misschien wat te beperkt is. Hij is niet alleen maar een leraar die wijsheid geeft. In hem woont de volheid van God menselijk. Jezus Christus, Jezus de Messias, vervult de wet. Hij ontvouwt voor ons de beweging die Gods woord concreet in deze wereld gaat. Hij belichaamt de wet en de profeten. Hij belichaamt de liefde tot God en de liefde tot mensen. Concreet. Hij laat zien dat hij bij God hoort. Jezus laat ons zien wat de crux is van de wet. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En dat brengt hem de dood aan het kruis. En God laat ons zien dat de crux van de wet tot het leven leidt. Door Jezus uit de dood te laten opstaan. Zo is er een weg gebaand in deze wereld. Een weg van liefde doen, concreet,
Ook al zet dat een kruis door je leven. En een weg die tot het volle leven leidt daardoor. Een weg gebaand in deze wereld. Door kruis, sterven en opstanding. Een weg die tot het volle leven leidt. Een leven van liefde. Door Jezus die de wet vervult, is die weg gebaand. Jezus hield zich aan de wet. En dat geeft ons de weg naar het volle leven. Zouden wij dan niet van de wet houden? Die weg, die beweging die God in deze wereld maakt, daar mogen wij in meegaan. Dat is de weg waarin liefde tot God en liefde tot mensen concreet gemaakt wordt. Dat is een weg met een kruis. En dat is een weg die tot het volle leven in Gods liefde leidt. Amen. Kijk eventjes naar de dienstdoende ambtsdragers. Is het een moment waarop de kinderen weer terugkomen nu? Of komen die aan het eind? Weten we dat? Dan kunnen ze, als je ze willen halen, dan kunnen ze de momenten van gedachtenis en mededelingen meemaken. Mag ik jou, Inkje, vragen om namens de diaconie het collectedoel toe te lichten? Er is nu in de dienst geen collecte. Straks bij de uitgang zijn twee collectebussen. Van harte aanbevolen om daar uw gaven in te geven. En Inkje zal iets toelichten bij het collectedoel voor de diaconie. Ook vandaag collecteren we voor de slachtoffers in Beirut. Zoals u weet is er een aantal weken geleden een enorme explosie geweest in de haven van Beirut.
En daarbij zijn meer dan 100 doden en duizenden slachtoffers gevonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. Moet u zich voorstellen, 300.000 mensen in één klap, niks meer, dakloos. De nood is hoog. Libanon zucht al onder een zware economische crisis en ook nog onder de gevolgen van de coronacrisis en nu dit er nog overheen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. U zult begrijpen, onze steun voor Libanon is zeer, zeer hard nodig. Zometeen verschijnt er op de beamer een filmpje van de zandkunstenaar Gert van der Vijver. Hij geeft via een speciaal gemaakt zandkunstwerk uitdrukking aan de pijn en hoop in Libanon. De film eindigt met de Bijbelse Libanon-zeder, die in deze film symbool staat voor hoop in Christus. De film wordt muzikaal ondersteund met gezang 178 uit de oude hervormde bundel. Van harte bij u aanbevolen. Een kameraad van mij, Wilbert van Sane, die woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Beirut. Ze waren op het moment van de explosie waren ze gelukkig buiten de stad. Maar ze geven les aan de Near East School for Theology in Beirut. Een interkerkelijke protestantse theologische opleiding. Die heel veel werk doet voor de regio. En, nou ja, daar zijn ze nu bezig om scherven op te ruimen. En tegelijkertijd, dat is echt prachtig om te zien hoe dat in Beirut gaat, zich heel praktisch in te zetten voor de hele buurt, voor alle mensen die daar wonen, ongeacht achtergrond, om zich daarvoor in te zetten. En daar krijgt de kerk ook erg veel goodwill voor en door.
van harte aanbevolen om dat project te ondersteunen. We gaan straks met elkaar bidden, maar voordat we dat doen wil ik u eerst vragen om te gaan staan in verband met het overlijden in onze gemeente. Want op 17 augustus 2020 is van ons heen gegaan Janke Knol Bruin, geboren op 1 maart 1940. Ondanks haar sterke wil om verder te leven, staat er op de rouwkaart, is na een lange, moeizame strijd heen gegaan Usmem en Beppe Janke Knol Bruin. Sinds 22 november 2004 weduwe van Jappie Knol. De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden afgelopen vrijdag in de kapel van Bloemkamp. En de begrafenis is aansluitend geweest op de begraafplaats de Akkeren. We willen Janke Knol Bruin in ons midden gedenken met een moment van stilte. Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Er is ruimte bij God, ruimte bij zijn hart. We gaan luisteren naar lied 886, het eerste vers, Abba, Vader. En onder het luisteren naar dat vers wordt er een witte steen met de naam van mevrouw Knol in de gedenkhoek gelegd. U mag weer gaan zitten. U ziet op de rand van het doopvont ook een roos staan. En dat betekent dat we ook een geboorte mogen afkondigen. Dat is de geboorte van Maud Jitske Ozinga, dochter van Grutske ouders en een zusje van een Grutske broer, Dirk, Hinke en Lars Ozinga. Van de gebroeders Bonnemastritten. We staan even stil bij haar geboorte door een geboortekraal te rijgen aan de ketting die daar hangt. Volgens mij had ik nog niet verteld dat ze op 3 augustus geboren is om 13.49 uur, om precies te zijn. En dan had ik het zo pas al eventjes over de trouwkaart, want we mogen ook een huwelijk aankondigen van Jort Veslinga en Elisabeth Vriesinga.
Zij hopen 4 september met elkaar te gaan trouwen. Eerst in het stadhuis in Workum. En daarna is de kerkelijke inzegening voor genodigden op de kerk in Gaast. We willen hen veel geluk wensen met het voorgenomen huwelijk en een hele mooie dag. En we gaan hen ook voor hen bidden in deze dienst. En in de aanloop naar hun bruiloft natuurlijk. Zullen we met elkaar gaan danken en bidden? Schepper van alles wat leeft en herschepper van iedereen die leven wil. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn, dat we met elkaar verbonden zijn. We vragen u of u bij ons wil zijn in alle dingen van ons dagelijks leven. Of u ons wil dragen door de kracht van uw liefde. We bidden dat in het bijzonder voor de nabestaanden van mevrouw Janke Knol-Bruin. Voor de nabestaanden van de heer Lolke Banstra. Heer, we bidden u, wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen dragen? Wilt u hen mensen om hen heen geven die met tact en zorgvuldigheid ook daarin aanwezig kunnen zijn? We bidden u, Vader in de hemel, voor deze wereld. We bidden u voor de mensen in Libanon, in Beirut in het bijzonder. Wilt u hen ook bijstaan en de kracht geven en de veerkracht om op te staan en een bezem te pakken en aan de slag te gaan. Om de liefde die ze hebben ontvangen in alle moeilijkheden ook vorm te geven. Te delen wat ze hebben ontvangen met de mensen om hen heen. Heer, wilt u aanwezig zijn? Heer, we bidden u zo voor talloze dingen die ons in deze wereld bezighouden en tot ons komen. Heer, waai met uw geest over deze wereld. Wilt u de macht van uw liefde laten zien in allerhande concrete situaties. Wilt u wijsheid geven aan regeringsleiders. En ja, liefde en zorg bij mensen die beslissingen moeten nemen. In bedrijven, in overheden. Heer, wees aanwezig. We danken u, Vader in de hemel, voor de geboorte van Maud. We bidden u voor haar ouders, om een zegen, voor de opvoeding. Wilt u hen nabij zijn? En we danken u ook voor de liefde die er is tussen Jort en Elisabeth. En dank u wel dat ze dat ook willen vormgeven in een huwelijk en in een zegen, in een dienst. Heer, wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen dragen? En ja, ook steeds dichter naar elkaar toe laten groeien. Heer, zo is er veel om voor te bidden. Veel om voor te danken. Veel meer dan wij voor een ander kunnen doen. En daarom zijn we een moment stil. En leggen we ons hart voor u open. In zwijgen of in bidden of in danken. Hoort u ons alstublieft in een moment van stilte. Heer, we brengen ons gebed samen in dat ene gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar ons slotlied. Dat is dat lied 428, Overvloedig geef ik u.
En u mag gaan staan. Overvloedig wordt ons gegeven. Maak die overvloed dan ook concreet in je leven. Ontvang Gods zegen en wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de blijvende verbondenheid met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Amen. U mag weer even gaan zitten tot u naar buiten geleid wordt.